Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Het is Marupina's voor Su vandaag. Klik op de like, like ons en volg ons. Marupli, Puita is politiek. De derde dag van de betoging. Daarom kan je ze praten. Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Dit is Mario Pinas voor Su TV vandaag. Vandaag ben ik op het dorp Powaka. En het is zo dat op dit moment een aantal vrouwen bijeen zijn gekomen. Die hebben zich verzameld om tegen de situatie die nu speelt in te gaan. Het is namelijk zo dat er een bestuurswisseling is geweest. En die is naar hun mening niet goed verlopen en nog steeds zijn er problemen hiermee. Dus ik ben hier om nader te zien hoe de situatie in elkaar zit. En zij willen graag de aandacht voor deze kwestie. Dus daarom hebben zij de media opgezocht. Klikt u op abonneren, vindt leuk, Su TV vandaag. Wat is nou nu eigenlijk aan de hand? Kunt u mij precies weergeven wat er gebeurd is en hoe dat zich heeft ontwikkeld? Kunt u zich even voorstellen? Ik ben Saskia Biswane. Ik ben Jennifer Sabayo. Ik ben Brana Clarisse. Wat is er gebeurd? Er zijn nu twee partijen in het dorp. Het is verdeeld. Bepaalde mensen in het vroegere dorpbestuur en anderen zijn gewoon in het nieuwe bestuur. En het oud bestuur wil gewoon haar gang gaan. Wil gewoon als het ware de baas spelen voor ons. En dat willen wij niet. Dus daarom zijn we hier en we zitten samen en we praten over dit. En dat wij een oplossing willen. Dat wij een oplossing willen voor dit situatie. Wij als vrouwen, we hebben het initiatief genomen om bijeen te komen omtrent de gezonde situatie in het dorp. Het dorp is te mooi dat dit afspeelt. Er is geen eenheid, er is onrust en is niets anders dan de overheid. De overheid pakt de zaken niet aan. Ja. Dus dat na Asani in het dorp Jaso had hij echt hinderlijk. Want ik denk ik kom voor de regering, de Nouan, staat om bij in het dorp. En ik denk ik aan kapitein, de partijdig, met die soort idee aan de man, beëdig aan nieuw bestuur. En dan had hij zo verferie. Dus zo we actie, we kregen een aandacht door Powaka in Himso door Powaka. Voor we kapot aandacht geven, want daar toen ze slecht in het dorp zijn. En pas geven ze ons sabi. Maar daar ook een man kap groen moro. Alla groen et teki gwe. Zo ons sab niks. Zij heb ze schreven en dat ik kon door oud kapitein ete. Oké, okay, dus ik begrijp dus dat we een nieuw kapitein zijn, maar een overige kapitein doet het. Hij maakt beslissingen naar de zand. Of heb ik het goed? Ja, want een nieuw kapitein die ik was aanwezig. Dus dan een man beëdig het, dus een overige kapitein doet ze aan wanneer het. En hij beschikking het. Dus de man zei kom voor actie voor pressie voor graven en voor de kot udo in abusi. Dus dat in EGA groen licht dat eten. Dan zou undo ba voor veranderen als situatie dat die en dat nu een actie mevrouw die zie. Het nieuwe bestuur, ze hebben alle stappen ondernomen. Alles wordt geblokkeerd door de gewezen kapitein. Alles wordt geblokkeerd. Waar ze ook gaan, er is niemand die de zaak van hun aanpakt.
Er is niemand. Sinds 3 oktober is hij aangewezen. Oké, de FITS was erbij. Niet alleen de gemeenschap heeft hem aangewezen. De FITS was erbij. En er is ook een rituele plaatsgevonden op 4 december. En de FITS was weer erbij. Een medewerker van de VIP was ook erbij. En ROS. Oké, de FITS heeft alle procesverbaal gewoon afgegeven. Maar tot de dag van vandaag is er geen kan er geen erkenning plaatsvinden. Vanuit de overheid? Vanuit de overheid. Dus dat moet alleen plaatsvinden, alleen de erkenning. En intussen tijd heeft de gewezen kapitein een rechtszaak gespannen tegen het nieuwe bestuur. Dus nu zijn ze, nu wachten ze op de rechter, wat zijn besluit is. Terwijl ik vind het dorp, we waren erbij, iedereen was erbij, de FITS was erbij. Wat is verkeerd gegaan? Niets is verkeerd gegaan. En waarom moet het dorp zo lang wachten? Het moet alleen, het nieuwe bestuur moet alleen erkend worden. Dat is het enige probleem. Kijk, er gebeuren dingen in het dorp. Ten nadeel van ons. Wij weten niet hoeveel hectare weggegeven wordt, gronden weggegeven wordt. We weten het niet. Vraag maar aan deze mensen. Maar is zij daar wel in staat om handelingen te plegen nu? Mag zij die handelingen plegen of hij? Ik heb begrepen dat ze dat wel doet. En er wordt aangegeven dat de gemeenschap achter haar staat. Want ze is met een lijst naar de VP geweest van 200 mensen staat achter haar. Maar ik wil dat ook zien. Wij willen dat ook zien. Misschien is ze met een valse naam. Misschien is ze geweest met valse namen. Ik kan ook erbij zijn, misschien. Want zij was kapitein. Ze heeft iedereen's gegeven. Iedereen. Een naam, ID-card. Dus misschien is ze daarmee gewerkt. Waarom maakt ze het niet bekend? En nu zegt ze, ze is nog kapitein. Ze gaat rond, ze doet nog ter zake. Maar vraag als ze van het jaar een dorpsvergadering heeft gehouden. Vraag dat. Nooit is er een dorpsvergadering gehouden. Nooit. Maar ze doet ter zake namens de gemeenschap. De gemeenschap weet van niets. Niets, we weten van niets. Is toch waar, mensen? Ja. Ze, hij doet een saving, baka, maar hij gaat naar een nevoet powaka. Het kan toch niet? Het kan niet. En de overheid laat dit toe. Want het lijkt alsof het een politieke zaak is. Heb ik begrepen. Het moet niet zo zijn. Het dorp heeft al gekozen. Dit is de tweede keer dat het dorp gekozen is voor het bestuur, het nieuwe bestuur. Wat is mis? Wat gaat verkeerd? Dat snap ik niet. Waaruit blijkt dat het een politieke zaak is? Ze stappen sinds bij de VIP, maar er wordt niets afgehandeld. De VIP werkt hun tegen. Ja toch? Ze kunnen nergens hulp vinden. Alles wordt gewoon geblokkeerd. En wij als gemeenschap, we staan achter dit probleem. Want er is gewoon onrust. Wanneer ik even over iets moet praten met iemand. Kotaki megotak nangawan trasma. Asma dat ik jompo kontak me. Want dat vind ik, nee, asma no de kapitein ete. Ja toch, er is gewoon onrust. Waarom moet het zo zijn? En als de overheid vindt dat zaken niet goed zijn afgelopen, waarom maakt hij het niet bekend? We zijn al een jaar verder. Een jaar verder. Hoe lang moeten we nog meer wachten? Wie is de erkende bestuur op dit moment? Sabayo Miriam. Ja, mevrouw Sabayo Miriam. Dus ze doet er zaken met
het bewijs van haar. En jammer genoeg, het nieuw bestuur heeft geen bewijs. Dus er kan niets gedaan worden. Hij is wel, ze hebben alle rituele inwijdingen gedaan, maar hij kan niets doen. Dit veroorzaakt de overheid. Vrouwen van Powaka, wat willen wij? Wij willen een oplossing voor Powaka, een vreedzame oplossing. En het duurt te lang, dus we vragen aandacht aan de regering, president, als u een gehoor aan ons kunt geven voor onze probleem. Vrouwen, is het niet dat? Ja. Dank u wel. Ik spreek dit uit voor de regering. U ziet het zelf. Jullie hebben het zelf gehoord van ons en deze dames die hier zitten. Dus wij willen een oplossing. Wij willen verder deze dorp ontwikkelen voor ons als inheemse mensen. Dus dat kan ik alleen voor jullie zeggen. Ja, ook een vraag aan de regering. Hoe kom je punjasu in het dorp? Kom fukang taki fukabuan bas nomo in het dorp. Fukabuan kapten nomo. Futeu awan probleem ukangona wan kapten nomo. Ja, dat neem aan taki. Oké. Okay. Nou, dan hoop ik dat de boodschap goed overkomt en dat ze dus acties zullen ondernemen, de overheid. En dat de situatie hier snel zal veranderen. Ja. Dit was SuTV vandaag. Klik op de like. Vergeet niet te klikken op abonneren.